Onze reporters trokken met Bert Gabriels naar opvangcentrum De Abdijschool van Fet Asiel. Hij sprak met drie Afghaanse jongeren over hun nieuwe leven in Dendermonde. Ja. Is het makkelijk om vrienden te maken? België, nieuwe vrienden? Belgische vrienden? Belgische vrienden. Daar is veel mensen bang van Afghanistan. Ja. Afghaanse jongens, ja. Januari is examenmaand. Ofwel de slechtste maand van het jaar voor een vrijdag de 13e. Dus polsten onze vrijwilligers naar het bijgeloof en de rituelen van Gentse studenten. Het is maar een dagje, volledig niet. Ik ook niet en ik heb toch geen examen. Ik ben op zich niet zo gelovig, maar als het leren toch niet gaat, dan ga ik het toch maar op vrijdag de 13e steken, denk ik. Hi, I'm Francesca, I am 26 and I come from the south of Italy. I am a teacher and I love speaking foreign languages. I enjoy going out and making new friends. I am also strongly interested in astrology. Hello, I am Anna. I am 24 and I come from Galicia, in the rainy northwest of Spain. I love telling stories in all ways, writing, drawing, filming and making animations. My perfect day includes lots of coffee, some time going out, at least one movie or series, and some reading time. We both are volunteers of AFS and we are working at Media Raven. We will be here for 6 months. And we expect to learn a lot and make new friends, knowing more about Belgium and its culture. Bedankt voor de keuken, tot de volgende. Wij zijn alle twee niet echt voor Valentijn, we vinden het alle twee redelijk commercieel. Maar uiteindelijk beslist het toch om een keer naar de cinema te gaan of een keer te gaan eten of zo. Maar het is eerder zo omdat we zelf zin in hebben en niet omdat Valentijn is, puur daarom. Ik vind eigenlijk dat Valentijn elke dag moet zijn en dat je eigenlijk elke dag liefde moet geven. En nu geven we met de liefde eigenlijk een soort, of creëren we eigenlijk een soort commercieel spelletje, waar ik het niet helemaal mee eens ben. Omdat dat nog wel een clichédag is, dat is een uitgemolken concept. Ik vind niet dat er één dag is in het jaar dat speciaal moet zijn. Wij doen daar eigenlijk niet aan mee, maar mijn mama doet daar wel aan mee, dat is heel erg lief. A box of cigarettes, it's, yeah. A box. Yeah, of cigarettes. Yeah. It's a bad gift. Heel lelijk kledingstuk of iets dergelijks. Iets, ja. Zonder bonnetje dat je niet kan truwen. Precies, ja, zoiets. Ja. The worst gift would be getting dumped. Ja. Yeah.